We staan in het atelier van Tirsa Verrips. Hij gaat ons een heleboel vertellen over zijn eigen werk. Werk wat hier in Apeldoorn te vinden is. Maar ook gaan we het hebben over een expositie die binnenkort in CODA te zien is. We zijn benieuwd. Tirsa, we kijken altijd even bij een portret van een kunstenaar naar het verleden, het heden en de toekomst. Hoe ben je begonnen? Oei. Hoe ben ik begonnen? Ik denk dat ik eigenlijk al begonnen ben als kind. He, dus, maar als ik precies ben, dan is het zo dat ik werd op een gegeven moment als kind meegenomen door mijn moeder naar Madurodam. En toen was ik denk ik niet ouder dan een jaar of 11, 12 zo ongeveer. En Madurodam was toen nog, dat bestond toen nog maar net. En het aardige ervan was dat er gelijktijdig een tentoonstelling werd gehouden van kleine sculpturen. En onder andere was daar werk te zien, en dat vergeet ik dus ook nooit, van Tahiri. Een hele bekende Nederlandse beeldend kunstenaar. En die kleinplastiek tentoonstelling die maakte zo verschrikkelijk veel indruk op mij als kind. In die zin dat ik niet kon begrijpen dat het mogelijk was dat een ding je zo kon ontroeren. En toen ik thuis kwam van vakantie, toen ben ik ook eigenlijk gelijk begonnen met het maken van allerlei vreemde dingen. Van allerlei materiaal wat ik vond. En dat is eigenlijk nooit meer overgegaan. Dus als ik heel eerlijk ben, dan is het denk ik daar begonnen. Ja. Daar is de kern gelegd. Heb je wel een opleiding gehad deze kant uit? Nee. Ik was nogal een dwars kind, geloof ik. En ik had nooit erg veel zin om te leren. En ik had verschrikkelijk veel zin om te spelen. En eigenlijk heb ik... ik kan wel zeggen... Ik denk zelfs bij ons bedorp waar ik woonde, dat ik als kind tot mijn 18e wel op straat speelde. En ik vond het ook heel vervelend dat je op een gegeven moment in één keer geacht werd een besluit te moeten nemen over datgene wat je later zou moeten gaan worden. Dat wist ik ook nooit. En leren wou ik dus helemaal niet. In die zin dat ik altijd ervan uitging, ook als kind al, als ik iets wil weten, dan vraag ik het wel. En dan heb ik het nodig en dan onthoud ik het ook wel. En ik kon absoluut de zin er niet van inzien om op een middelbare school algebra bijvoorbeeld te leren. Dan dacht ik bij mezelf, daar heb ik helemaal niks aan. Althans, op dat moment ook niet. Hè? Desondanks heb ik mezelf in die zin ontwikkeld dat ik ben heel taalgevoelig, dus ik spreek heel veel talen. En op een gegeven moment ontwikkelt een mens zichzelf. Maar echt een opleiding gevolgd in de zin van een academie of zoiets dergelijks, nee, heb ik niet gedaan. Maar ik heb er ook nooit geen spijt van gehad. Maar wel toen er brood op de plank moest komen, meteen begonnen met dat wat je nu doet. En dat is heel veelzijdig, niet? Nee hoor, ik heb altijd het standpunt gehuldigd van dat wanneer je beeldend kunstenaar wil zijn, dan moet je daar ook de volle verantwoordelijkheid voor nemen. En het betekent dat het een vak is waarbij je echt niet kunt zeggen van vergelijkbaar met iemand die bijvoorbeeld koffiemolens bouwt en die verkoopt, daar is continu vraag naar. Dat is bij kunst niet zo. En dan moet je ook niet zeuren, dan moet je dus de consequentie daarvan nemen en dan moet je gewoon aan het werk. En dus heb ik altijd, tot een paar jaar geleden, fulltime een baan gehad. En daarnaast altijd kunst gemaakt. Want je, als ik zo kijk naar je website, dan ben je eigenlijk heel erg veelzijdig en heb je heel veel gedaan. Dus naast je werk. Dat klopt. De grootste opdracht die ik heb uitgevoerd, dat was hier die brug over het kanaal. Dus dat was echt, voor een kunstenaar is dat natuurlijk een ongelooflijk grote opdracht van een bedrag van rond de 3,6 miljoen. En op dat moment werkte ik nog steeds ook fulltime. Toen die brug klaar was, werkte ik ook nog fulltime. Dus ik deed het eigenlijk gewoon in mijn vrije tijd. Hè, terwijl bijvoorbeeld een ander architectenbureau of dat soort jongens, die hebben hele grote kantoren en die hebben mensen in dienst enzovoort. Dat was bij mij dus echt niet het geval. En daarna heb ik zelfs nog een groot plein ontworpen in Apeldoorn tegenover de voormalige psychiatrische inrichting.
Dus echt hele grote klussen. Maar daarnaast altijd gewoon gewerkt. Omdat ik ervan uitging dat het, in de kunst is het halen en brengen. Je bent afhankelijk van de persoonlijke smaak van mensen die je opdrachten geven. Dus de ene keer heb je wel wat, de andere keer heb je niks. En bovendien wilde ik ook mijn eigen vrijheid houden. Dus ik wilde op een gegeven moment die kunst maken die ik zelf ook echt graag wilde. En dan is onafhankelijkheid een groot goed. En op het moment dat je als beeldende kunstenaar alleen maar jezelf focust op het maken van beeldende kunst, dan heb je de kans dat je een armoedig bestaan moet gaan leiden. Daar heb ik geen zin in. Bovendien, een belangrijke drijfveer is ook altijd geweest dat ik mijn eigen huis wilde hebben en ik wilde mijn eigen atelier hebben. En ik had geen zin om als een verschoppeling van het ene atelier te moeten verhuizen naar het andere kraakpand. Daar ben ik geen type voor. Ik hou van comfort. Oké, dat is best, maar dan is ook de consequentie dat je ervoor werken moet. Welke materialen gebruik je? Kun je iets vertellen van je werk? De diversiteit, want die is groot. Materiaal is voor mij volstrekt ondergeschikt aan het doel. En dat betekent dat ik dat materiaal gebruik waarvan ik denk dat ik dat op dat moment nodig heb. En dat doet er eigenlijk niet toe welk soort materiaal dat is. Of dat nou perspex is, of dat het nou marmer is, of dat het nou graniet is, of cortenstaal, of glas. In wezen doet dat er niet zoveel toe. Dat betekent dat je natuurlijk wel van al die verschillende soorten materialen redelijk verstand moet hebben om ze te kunnen bewerken of toe te passen. Nou, is een voordeel van als je dus zoals ik altijd gewerkt heb, en zeker in de sectoren waarin ik heb gewerkt, voortdurend in aanraking kwam met allerlei verschillende materialen. Dus ik heb bouwkundig gezien nogal wat ervaring opgedaan in mijn leven. En de laatste jaren was ik dus werkzaam bij steenhouwerijen. Maar niet alleen dat ik dan in de steenhouwerij werkte. Ik was de laatste jaren een soort troubleshooter op dat vakgebied. En dat betekende dat ik dus overal naartoe werd gestuurd naar klussen waar de problemen waren. En die moest ik dan dus oplossen. Wat op zich een prachtig werk was, want dat vergt veel van je creativiteit. Maar het voordeel daarvan was dat ik dus op hele grote bouwprojecten kwam en daar allerlei verschillende materialen tegenkwam. Allerlei vaklui tegenkwamen die dus met al die verschillende materialen ook werkten. En dus in de praktijk enorm veel kennis kon opdoen van hoe je bepaalde materialen bewerkt of gebruikt. Ben je daar niet heel erg hebberig van? Ja, daar word je inderdaad heel erg hebberig van. En een mooi voorbeeld daarvan is, gewoon uit de praktijk, op een gegeven moment kwam ik op een heel groot bouwproject in Amsterdam. En daar werden aan de buitenkant van een enorm groot flatgebouw, werden daar dus zo'n kantoren, zonweringen gebruikt van aluminium. En toen dacht ik, maar dat zijn mooie profielen. Dus ik loop even naar een van de jongens die daarmee bezig is en ik vraag aan hem van, zeg jongen, luister, heb jij niet een klein stukje van dat spul voor mij? Ik zeg, maar dat vind ik wel heel, heel mooi materiaal. Nee, die meneer is allemaal precies afgepast en dit en dat. En dan moet je bij de uitvoerder zijn en dit en dat. Nou goed, om een lang verhaal kort te maken. Ik heb inderdaad zo'n stukje van het materiaal mee kunnen nemen. En vervolgens, toen ik thuis kwam, toen dacht ik bij mezelf, daar kun je fantastisch al die vreselijke banken in de buitenruimtes. Hè, dus zo'n twee van die betonnen consoles met van die eikenhouten plankjes erop. Waar je met goed fatsoen met een goede broek niet op durft te gaan zitten. Toen dacht ik bij mezelf, die profielen die zijn perfect geschikt om dat soort bankjes te restylen. Die kun je in alle kleuren schilderen die je maar hebben wil. Je krijgt nooit een natte kont. Het blijft altijd schoon en het is onverwoestbaar. Bovendien is het simpel toe te passen. Nou, dat is nou maar een praktijkvoorbeeld van hoe ik dus op dat soort bouwprojecten dingen tegenkwam die voor een bepaald doel zijn gemaakt en ontworpen, maar vervolgens een totaal andere toepassing gaf. En dat heb ik gedaan met, een tig materiaalsoorten. Ja. Dus hard werken, gewoon overdag en dan in je vrije tijd weer werken. Ja, gemiddeld was het zo dat ik iedere dag, dus normaal een werkdag erop had zitten. Dan ging ik wat eten en dan werkte ik bijna iedere dag tot gemiddeld 10 uur, 10:30 's avonds door.
En ja, dat is hard werken, maar daar is niks mis mee. Om de dood eenvoudige reden dat er, daar staat een heleboel tegenover. Ik heb een eigen atelier, ik heb een eigen huis. Weliswaar heb ik dat bijna zelf gebouwd. Maar de voordelen die wegen op tegen de nadelen. En ik vind het ook getuigen van een stuk zelfrespect wanneer je op een gegeven moment als kunstenaar die verantwoordelijkheid voor dat soort dingen ook neemt. En niet subsidieafhankelijk wenst te worden. Ik kan me nog herinneren dat ik ooit eens een keer binnenwandelde bij Gigant. En toen werd ik heel vriendelijk ontvangen door een mevrouw die ik overigens niet kende. En die zei, goh, wat fijn dat jij er ook bent en dat je belangstelling toont voor datgene wat we hier vanavond gaan bespreken. En tot mijn verbazing vroeg ik aan haar van, waar gaat dit dan over? Nou, zei ze, dat gaat over het flankerend beleid voor wat wij van de gemeente verlangen. Voor kunstenaars die in de WIC zitten. Waarop ik er stom verbaasd aankijk en zoiets had van, kun je me nou in godsnaam eens uitleggen wat de WIC is? En toen zei ze, nou, dat is een regeling waardoor kunstenaars een bijstandsuitkering kunnen krijgen. Overigens minder dan de bijstandsnorm. Maar dan zijn ze vrijgesteld van de sollicitatieplicht. En wij zijn hier nu bij elkaar om dan te bewerkstelligen dat de gemeente een soort nog eens een keer een flankerend beleid ontwikkelt. Waardoor die kunstenaars dan aan een bijstandsinkomen kunnen komen. Waarop ik die mevrouw werkelijk stom verbaasd heb aangekeken waarschijnlijk. En tegen haar zei van, CEO, moet je nou toch eens luisteren. Heb jij nou toch zo weinig zelfrespect dat jij voor minder dan de bijstandsnorm een beetje aan de bedelstaf wil bestaan en dan vervolgens ook nog eens een keer gaat proberen om een flankerend beleid van de grond te krijgen waardoor je dus als kunstenaar kunt bestaan. Waarom ga je niet gewoon werken? Ik zeg, bovendien kom ik hier niet om naar deze vergadering te komen wat jij denkt, maar ik wil gewoon naar de film. Maar ze kennen je dus wel, denk ik. Jawel. En dat komt dan misschien ook wel hard over. Maar zo denk ik er dus echt over. Nou, volgens mij kan het nu ook niet meer, geloof ik. Hè? Ik weet niet hoe het nu is. Ik heb, om je eerlijk de waarheid te zeggen, heb ik me nooit met dat soort dingen bezig gehouden. Maakt ook niet zoveel uit. Ja. Je zei net de brug natuurlijk, hè? De Vruilen. Een plein in Apeldoorn. Wat is er nog meer van je te zien in Apeldoorn? Nou, redelijk wat. Bijvoorbeeld oorlogsmonumenten Woeste Hoeve. Dat was een van de eerste projecten, vrij grote projecten die ik deed. Daarvoor heb ik geloof ik nog een sculptuur gemaakt. Dat was geloof ik helemaal de eerste. Dat was aan het Pachtersveld. Vervolgens heb ik in samenwerking met Ed Euser, architectenbureau Artec, die folly ontworpen in het Beekpark. Ik heb die granieten ring die er bij het kadastergebouw ligt, die interactieve ring, die heb ik gemaakt en ontworpen. Nou, dat plein dus, de brug, er zijn nog een paar dingen. Ik ben ze even kwijt. Maar het is nogal wat. Oh ja, dat het monument voor de aan de Paslaan, voor de Joodse kerk, of hoe heet zoiets. Dus het monument ter nagedachtenis van de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Oh ja, en het kleine monumentje op het Marktplein voor de weggevoerde dwangarbeiders. Dat heb ik ook gemaakt. Dat is een hele lijst, hè? Ja, en misschien ben ik ook nog wel wat vergeten, hoor. Dat weet ik niet meer. Maar het is inderdaad veel. En ik heb altijd ook geprobeerd om buiten Apeldoorn aan de gang te komen. En op de een of andere manier lukt dat nooit erg. Dus dat wil zeggen, dan stuur je je documentatie in, je solliciteert op grote projecten en dan ga je een heel eind mee in die reus. Maar ik bedoel, of je nou als tweede eindigt en het daardoor niet krijgt of als tiende, dat maakt in principe niks uit. Recentelijk had ik ingeschreven voor een heel grote opdracht in Hengelo. En daar werd ik tweede. Ja, dan heb je niks. Nee. Nou, net daarvoor had ik gelukkig een heel groot oorlogsmonument gemaakt in Arnhem. Dus dat is nu net, nou, een half jaar geleden zo'n beetje onthuld. En nu
ben ik bezig met die tentoonstelling voor Coda Museum van de Italiaanse beeldhouwers. Vertel daar iets meer van. Je bent op vakantie geweest in Italië en daar kwam je iets tegen wat je enorm raakte. Ja, dat was in februari, maart 2009 toen ik daar voor het eerst in dat dal kwam. Dat is in Ortisai, ofwel, zo heet dat ook, Sankt Ulrich. Dat plaatsje ligt in Noord-Italië, in de Dolomieten. En dat is eigenlijk een soort lintbebouwing van een aantal plaatsjes. Wolkenstein, Sankt Christina, Sankt Ulrich. En dat is één heel groot dal. En in dat dal, daar ging ik op wintersportvakantie, of in dat gebergte zeg maar, ging ik met wintersportvakantie voor een week. En na 2 dagen skiën viel mij op dat daar dus ongelooflijk veel houtsnijkunst gezien was in allerlei souvenirwinkeltjes enzovoort. Redelijk kitscherig hoor. Maar er was een heel klein museumpje en ik ben naar dat museum geweest en ik raakte daar aan de praat met wat mensen. En die maakte mij erop attent dat er dus werkelijk honderden, geloof me of niet, maar het is echt zo, honderden beeldhouwers woonden in dat dal. Die zich allemaal bezig hielden met beeldhouwen in hout. Nou, toen heb ik mijn skis aan de wil gehangen, om het maar zo te zeggen, en ben niet anders dan op atelierbezoeken gegaan. Maar de mensen die ik toen bezocht, dat waren toch hoofdzakelijk vaklui. En dan bedoel ik het vaklui in die zin dat die mensen geweldig goed hout konden bewerken. En zij maakten dan hoofdzakelijk toch ook beelden ten dienste van bijvoorbeeld de Rooms-Katholieke Kerk of versieringen voor in de Rooms-Katholieke Kerk en dat soort zaken. Kerststallen, dat soort dingen. Met een onvoorstelbaar knap vakmanschap. Maar op de een of andere manier had ik het gevoel dat er meer zou moeten zijn. En in juni, daarna volgend, ging ik naar de Biennale in Venetië. En toen kwam ik opnieuw werk tegen, in hout. Werkelijk meer dan manshoge beelden uit hout. En toen dacht ik, volgens mij moet dat ook wel uit die buurt komen. Dat klopte. En op de terugweg ben ik toen weer naar degene gegaan die die beelden had gemaakt die ik in Venetië had gezien. En via hem kwam ik in contact zeg maar, met de toplaag van kunstenaars die zich daar ondertussen aan het losmaken is van die tradities van vroeger uit. En ondertussen als hele knappe kunstenaars geweldig werk maken. Dat werk dat was voor mij volstrekt onbekend. Had het nooit gezien, terwijl ik, nou ik durf toch best te zeggen dat ik een redelijke kijkervaring heb. En bij navraag in Nederland bleek dat hier ook onbekend te zijn. En toen dacht ik van wat er ook gebeurt, daar wil ik een tentoonstelling van in Nederland. En toen heb ik samenwerking gezocht met het Coda Museum. En nu in september zal er een tentoonstelling gehouden worden van dat werk. En daar ben ik zeer trots op. Wat leuk om te horen. Ja. Ja, ik vind het echt geweldig. Ik bedoel, ik heb ondertussen uitvoerige contacten natuurlijk met die kunstenaars. Ten eerste buitengewoon gezellig. Maar ten tweede van een niveau wat met gemak ook in een heel groot landelijk museum als het Krullenmuller zou kunnen. En wat dat betreft vind ik het ook heel fijn dat het Coda de primeur heeft voor Nederland om dit werk hier te laten zien. En ik denk dat het ook een heel grote groep van mensen aanspreekt. Omdat het hoofdzakelijk gebaseerd is op de menselijke figuur. Dus het is zeer herkenbaar. Maar het is zo ongelooflijk knap gemaakt. Dat is verbazingwekkend. En ik nodig ook iedereen van harte uit om dat te komen bekijken. Het is werkelijk prachtig. Je maakt ons heel erg nieuwsgierig. Dat kan ik me voorstellen. Natuurlijk heb ik veel fotomateriaal ondertussen op de computer. En wordt er hard aan gewerkt door mij en door ook een aantal andere mensen om toch ook een catalogus te kunnen uitgeven met prachtige foto's daarin van dit werk. Maar daar valt niet mee, want het Coda Museum en alle culturele instellingen, maar ook andere delen van de samenleving moeten nog een fix bezuinigen. Waardoor er dus geen geld is voor, tenminste van de kant van het Coda, om een prachtige catalogus te maken.
Toen heb ik tegen Karin Reinders gezegd van oké, dan ga ik proberen dat toch voor elkaar te krijgen, want zo zit ik wel in elkaar. Dus nu ben ik bezig met sponsorwerving voor het maken van die catalogus. En ja, dat gaat een beetje moeizaam. Maar ja, ik ben nogal vasthoudend in die dingen dus, en optimistisch. Dus ik heb zoiets van, dat moet gewoon lukken. We gaan het zien in september, ja, als het geopend wordt. Je hebt er nu even een baan bij. Ja, ja, eigenlijk wel. Daarnaast probeer ik toch ook weer wat op te starten met het maken van kleine dingen voor mezelf. Omdat ik eerst een periode heb gehad waarin ik dus nog een aantal opdrachten moest afwerken. Dus grotere opdrachten in de buitenruimte. Dan kom je niet zo gauw toe aan kleiner werk maken. En nu zo langzamerhand begint het weer te kriebelen om dus ook weer kleiner werk te gaan maken. Ja. Dus, nou ja. Over een, ik hoop, als ik nu die hele catalogusgeschiedenis een beetje achter de rug en op de rit heb, dan ja, er zijn er nog wel wat dingen. Dan moet ik er een of andere lezing geven en dat soort geneuzel. Maar dan heb ik toch ook weer tijd om klein werk te gaan maken. En dat kleine werk, exposeer je dat ook ergens rond Apeldoorn? Nee, er zijn niet direct plannen. Het is een beetje gek wanneer je heel lang in het circuit hebt gezeten van opdrachten uitvoeren voor de openbare ruimte. Om dan als het ware weer opnieuw kleiner werk te gaan maken. Dan moet je eerst eigenlijk ook weer een hele collectie opbouwen, vind ik zelf. Voordat je daar weer mee kunt gaan exposeren. Maar ja, er zijn wat vragen. Dus ik moet eerst maar zorgen dat ik weer een aantal dingen bij elkaar krijg. Dat is dus de toekomst. We wachten gewoon af en we zien het wel gebeuren. We zijn nu heel erg benieuwd naar CODA. En veel succes verder. En we blijven het volgen. En dank voor dit interview. Dankjewel. Graag gedaan.